En superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En ook vandaag gaan we weer lekker aan de slag. Het is een verzoekje die ik kreeg na de live uitzending die ik heb gedaan op YouTube. Namelijk een langwerpig boeket. Veel aangevraagd, dus vandaag gaan we maken. Laten we gauw beginnen. Wat ben je hier nou voor nodig? Als eerste een lange stok, wat vooral recht is. Een blad, zoals Aspidistra blad. En de bloemen. Maar wil je nou gewoon een compleet pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je het linkje en dan stuur ik je het pakket op. Vers met bloemen, dus door heel Nederland, België en Duitsland. En dan gaan we nu aan de slag. Ik heb dus al een mooie rechte stok hiervoor en een dik ijzerdraad. En daarmee ga ik hem eventjes goed vastzetten, zodat je de basis echt goed hebt. Ik doe dat met twee ijzerdraadjes. Zoals je ziet zit hij er al goed stevig. Dat is vooral belangrijk. Dus kies voor dik ijzerdraad en een goede stevige stok. Gaan we nu verder met de Aspidistra strikjes. Ik maak hem nu even snel, maar wil je deze nou stap voor stap meedoen? Ik zet hieronder in de beschrijving een aparte les waarbij ik dit helemaal uitleg hoe je dit maakt. Ik gebruik ze heel veel in bloemstukken, maar ook in boeketten. En vandaag ga ik dus ook weer gebruiken. Twee stuks ben je daarvoor nodig. Dan heb je dus de basis van de stok en de basis van de Aspidistra. Ik bind hem koornenschoof. Het is belangrijk dus dat je die techniek weer onder de knie hebt. Ook hier heb ik een extra les over gemaakt. Dan kies ik voor een mooie bloem die ik als eyecatcher in het midden wil hebben. En die leg ik er dan tussen. En zoals je ziet heb je dan al een basis voor je boeket. En dan heb ik de asparagus. En die laat ik meelopen met de tak, zodat het een geheel wordt met je boeket. En dat je niet alleen een tak hebt met een boeketje, maar dat je boeket echt, of je tak echt een deel wordt van je boeket. Ik wil het een beetje zo eromheen. Straks ga ik dat nog even vastzetten. Maar voor nu is het eigenlijk niet eens nodig. En vanuit daar werk ik eigenlijk verder en bouw ik hem eromheen. Daarvoor zijn die strikjes dus ook zo makkelijk. Ik maak hem dus vandaag een beetje in de herfstkleuren. Mooie rozen. Mijn asparagus wil ik graag weer terug, maar die zet ik straks toch vast. Maak groepjes. Draai ik het boeket even, dat is dus belangrijk. Ook met koornschoof binden is het belangrijk, maar ook bij een langwerpig boeket maken is draaien gewoon heel belangrijk. Mooie gerbera's, die leg ik ook weer tussen de strikjes. En ik let dus goed op dat de bloemen nooit in de verdrukking komen. Zorg dus dat je het boeket niet te krampachtig vasthoudt, maar als je hem goed koornschoof bindt, dan kun je hem gewoon losjes in de hand houden. Prachtige celosia. En zoals je ziet krijgt mijn boeket al mooi vorm. Een mooie dahlia. En een prachtige chrysant. Die is natuurlijk iets meer aanwezig. Zoals je ziet wordt die echt al heel mooi. En natuurlijk wil ik straks nog meer die langwerpige vormen terug laten komen. En dat doe ik door middel van de leeuwbek. Pas wel goed op dat je hem niet knakt, dus dat je hem niet te strak vasthoudt. Maar deze ga ik op deze manier verwerken. En die maak ik dan weer vast aan het eind met een touwtje. Dus nu lijkt het een beetje gek, maar op het eind wordt het heel mooi. Ik stop deze er een beetje tussen. En die laat ik straks over de chrysant buigen naar de buitenkant. Deze kant doe ik ook zo'n mooie dahlia. En zoals je ziet wordt het al heel mooi. Je moet natuurlijk eventjes vooruit denken dat deze straks vast zitten. Maar ik kan natuurlijk niet binnen en het boeket loslaten. Dan werk ik hem af met Aspidistra blad. En die laat ik weer meelopen met de tak zodat het echt één geheel wordt. Echt al heel erg mooi. En ik vind hem eigenlijk zo voldoende. Ik had nog roze anjetjes. Maar die vind ik eigenlijk niet echt toevoegen in het boeket. Ik vind het gewoon prachtig zo. Dus ik ga hem afwerken. Ik knip hem even op lengte. En ik bind hem af.
Met touw natuurlijk. Daar leg ik even een knoopje in. En zoals je ziet heeft het boeket dan echt al een mooie vorm. En nu ga ik nog eventjes de leeuwbek vastmaken aan de tak. Let op dat je dit wel heel voorzichtig doet. Je kan ook gerust de asparagus meenemen. Dan blijft hij ook gelijk mooi op zijn plek. Ik doe dat gewoon door middel van een heel klein voorzichtig knoopje. Trek hem niet te strak aan. Want het gaat alleen om dat hij in de vorm blijft van je boeket. En dat doe ik ook aan deze kant. Ik doe dit weer niet te strak. En zoals je ziet heb je dan het prachtige langwerpige boeket. Echt eventjes wat anders dan anders. En je kunt natuurlijk zelf je eigen kleuren kiezen. Wil je dit nou meedoen en wil je dit graag het boeket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het kan doen. Kan het met elk gewenste kleur wat jij ook maar wil. Dus geen probleem. Geef het gewoon aan en dan kun je daarmee aan de slag. Ik hoop dat jullie het wel een leuke les vonden. Vond je het nou leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk gratis. En dan zie je jullie mij de volgende keer weer.